kleinere gemeenten staan soms voor grote uitdagingen als het aankomt op vraagstukken op het gebied van werkgelegenheid, wonen en bereikbaarheid. Ook in de bedrijfsvoering bepaalt de schaal en het aantal inwoners hoe goed de gemeente haar inwoners kan bedienen. Elburg heeft ruim 23.000 inwoners, dus dat is niet heel groot. Maar het mooie aan de omvang van deze gemeente is dat je redelijk direct contact nog steeds met je burgers hebt als bestuurder. En tegelijkertijd ook wel regionaal mee kunt denken en spelen in de belangrijke ontwikkelingen die daar zijn. Het zijn grote uitdagingen die veel vragen van de organisatie. De provincie werkt nauw samen met gemeenten als partner bij het realiseren van opgaven en ambities. Zo ook hier in de Kop van de Veluwe, waar 5 gemeenten de handen ineen slaan om efficiënter te werken, beter te presteren en beter voorbereid te zijn op de toekomst. We hebben een agenda gemaakt, een inhoudelijke agenda, waarin we gezegd, nou, we moeten iets doen op het gebied van de economie. We moeten zorgen voor meer woningen, voor meer bedrijventerreinen, voor betere bereikbaarheid. En ook de hele arbeidsmarkt moeten we blijven ontwikkelen, zodat er genoeg werk is en mensen ook kunnen omscholen als dat nodig is. De provincie is als partner betrokken bij deze inhoudelijke agenda en is samen met deze 5 Gelderse gemeenten een onderdeel van de economische regio Zwolle, die 4 provinciegrenzen overschrijdt. We hebben het handen en voeten gegeven door aan de ene kant te zeggen, wij als provincie ondersteunen ook die stap richting Zwolle. Dat is 1, daar hebben we ook geld voor beschikbaar gesteld. En daar kan de regio ook van profiteren. Vervolgens kunnen we ook inhoudelijk meedoen. Dan gaat het niet zozeer om menskracht, maar dan gaat het ook om geld vanuit de bestaande programma's die we hebben. Ik vind het heel mooi dat de provincie echt als partner optreedt. En dat de provincie ook financieel bijdraagt, maar ook met menskracht bijdraagt. En de provincie ook zegt, ja, weet je, die 4e economische regio van Nederland, daar zijn we ook onderdeel van. En dat doen we dus in mee. Los van het feit dat het zeg maar, over provinciegrenzen heen gaat, wij zijn gewoon partners in die samenwerking. Wat wij hebben als provincie Gelderland, we hebben een programma Sterk Bestuur, waar ook een regeling Vitaal Openbaar Bestuur onder hangt. Wat wij zien is dat er heel veel behoefte is bij gemeenten om ondersteuning te bieden. Ondersteuning in het voorkomen van ambtelijke kwetsbaarheid van gemeenten en het behouden van de kwaliteit van diensten voor bedrijven en bewoners. Misschien om je een beeld te geven, we hadden hier vroeger 2 man die eigenlijk de volledige ICT regelden. Kun je je bijna niet voorstellen. Op het moment zijn we met een gezamenlijke e-dienst van Hattemheerde en Oldebroek, die draait nu zo'n 7, 8 jaar. Hebben we uiteindelijk ook in een aparte rechtspersoon gezet. En die verzorgt de volledige kantoorautomatisering en werkplekken van 3 gemeenten. Goedemiddag, service. Het mooie in dit traject is dat de provincie volgens mij heel hard zijn best doet om zich er niet mee te bemoeien, maar om toch gemeenten terzijde te staan en proberen te kijken van wat hebben jullie nodig om tot samenwerking te komen en wat hebben jullie nodig om daarmee op een goede manier zelfstandig te kunnen zijn. Dat was voor onze reden als provincie Gelderland om daar ook die subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur voor open te zetten en daar kunnen gemeenten gebruik van maken. Het is niet one size fits all, maar maatwerktrajecten en op die manier kunnen we naar een individuele gemeente, maar soms ook naar een groep gemeenten zoals het hier is, een groep van 5 gemeenten, kunnen we maatwerk bieden. Wilt u weten hoe de provincie u kan ondersteunen? Of wilt u meer weten over de regeling Vitaal Openbaar Bestuur? Kijk dan op www.gelderland.nl/sterkbestuurgelderland.